Tweede Kamerlid Mustafa Amouch heeft begrip voor het besluit van Hugo de Jonge om te stoppen als lijsttrekker van het CDA. De minister van Volksgezondheid maakte dat donderdag bekend in een brief aan de CDA-leden. De Jonge schrijft dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij beide verantwoordelijkheden niet ten volle kan waarmaken. Daar kan ik op dit moment helemaal niks zeggen. Ik vind alleen heel veel respect voor Hugo de Jonge, hoeveel op hem afkomt. Hij heeft zijn nek uitgestoken om deze crisis, hoe moeilijk die ook is. En je ziet het ook weer vandaag, ja, in Duitsland wat er gebeurt, in andere landen. We zijn nog niet van de crisis af. Maar ik hoop ook daar weer dat we zowel de gezondheid, de mensen die de zorg nodig hebben, de mensen die in de ziekenhuizen liggen, snel beter worden. En dat de mensen in de zorg ook weer wat rust krijgen. Maar tegelijkertijd ook de mensen in de horeca. Ik spreek ook heel veel mensen in de horeca die echt open willen, die perspectief willen. En voor alle mensen in het kabinet, vind ik, daar moet ook weer een stukje waardering uitspreken. Het is moeilijk, je doet het nooit helemaal goed. En voor Hugo vind ik het zelf heel pijnlijk. Wel een begrip voor het besluit. Ja, hij maakt die afweging zelf. Liever had ik het anders gezien. Maar er komt heel veel op hem af. En hij maakt die afweging voor hemzelf en voor zijn gezin en voor zijn familie. Want dat moeten we niet vergeten. Achter een politicus staat ook een gezin en een familie. Wat toch ook dagelijks die zaken ook in huis aan de keukentafel spelen.